Bij ons in de studio is Lau Leeuw, gitarist. Lau, welkom. Je hebt 5 jaar lang met Harry in een band gespeeld. Ja. Wat doet de dood van Harry Musquet met jou? Nou, het is wel een gemis, weet je wel. En hij was toch wel de blueszanger van Nederland. Misschien wel niet de beste, hoor, maar wel gevoelsmatig kwam het wel allemaal over. En dat is nu weg, dus toch? Ja, heb je ook een traantje gelaten wat dat betreft? Nou, geen traantje, want ik wist al dat hij behoorlijk ziek was. Dat is natuurlijk nog net zo erg, maar dan heb je wel, dan is het niet in één keer. Dat is dus niet onverwachts. Hoe ging hij er zelf mee om met die ziekte? Dat weet ik eigenlijk niet, hoor. Ja, ik weet wel dat ik heb in juni, dus op zijn 70ste verjaardag, heb ik zelf ook met mijn bandje gespeeld. En toen heb ik hem ook op zien treden. En dat was een behoorlijk goede optreden trouwens. In de zaal Hofstegen. En toen dacht ik na afloop, ik ga hem opzoeken, even feliciteren. Maar toen kreeg ik hem niet te pakken. En toen hoorde ik al dat hij... Nou wist ik al dat hij ziek was en dat hij waarschijnlijk moe naar huis gegaan is voorlopig. Maar hij moest later nog een keer optreden. Of ergens iets gaan rusten. Maar toen was hij dus al ziek. Ja. Hoe heb jij Harry Musquet leren kennen destijds? Nou, dat gaat al heel ver terug. Ik speelde met de Rocking Tigers in de 263. En dan speelden de Blizzards, die was nog in de beginperiode. Die speelden dan speelden dus mee op festivals samen. Of bijvoorbeeld onder andere een keer in Fries. Had je 2 kroegen tegenover elkaar. Speelden wij in ene en zij in de andere. En we zagen elkaar op. Maar zij hadden dus hun fans, de Blizzards fans, en wij aan de Rocking Tigers fans. En dat was eigenlijk een beetje... Haat en nijd? Bijna. Ja? Maar wij konden heel goed met de Blizzards opzien. Ik ging dan even kijken in de pauze van ons bij hun. En dan zei Musquet, hey, speel even mee. Ja, ik zei, dat kan niet, want ik moet alweer naar de andere kant. Maar dat, weet je wel, wij hadden heel erg respect. Zij vonden ons goed en wij vonden hun goed. Dus wij hadden heel erg respect voor elkaar. Ondanks dat zij totaal niet... Maar eigenlijk speelden we toen ook wel een beetje dezelfde muziek. Want ze speelden toen nog niet alleen blues, hoor. Ook covers, hè? Van de Kings en van de Rolling Stones. Ja. Was Harry iemand waar je makkelijk mee in contact kon komen? Nou, ik had er geen probleem mee. Hij was tegen mij altijd zeer altijd vriendelijk en zo. En, ja, ik ook niet afstandelijk of zo. Ook, maar dat kwam natuurlijk ook wel dat hij alles zo lang kende, weet je wel. Ja. Ja. Maar als je hem nou zou moeten omschrijven als muzikant, wat voor muzikant was hij? Nou, helemaal op gevoel. Hij wist, muzikaal wist hij eigenlijk niet zoveel. Hij zong gewoon wat er in hem opkwam. En, bedoel, als jij Window of My Eyes bijvoorbeeld hoort... Ja, die derde noot is al vals, weet je wel? Maar dat maakt niet uit. Weet je wel? Er zijn wel meer mensen die de tengah zingen of zo. Maar het is wel een waanzinnig gevoel. Dat werd ook gewoon geaccepteerd? Ja. Ik heb nog nooit iemand... Alleen die muzikanten zijn dat, zoals ik. En nog iemand die zei dan van... Ja, die noot is niet helemaal zuiver, bla bla bla. Maar dat maakt niet uit. Zeker niet met die muziek. Nee. We gaan even naar een fragment kijken uit het programma van RTV Drenthe. Getiteld Het Laatste Geheim van 2000. Toen we begonnen was er helemaal geen publiek voor. Want men wist helemaal niet wat het was. Men vond het maar geschreeuw en gedoe. En dan speelde hij op een biljart, een hele kleine installatie. Er zaten wat mensen zaten aan een bessetje en die zeiden, wat is dat volle waai? En die gingen gewoon weg. Dus ze speelden op een gegeven moment bijna voor niemand. Maar op een gegeven moment kregen we een soort van aanhang en die was heel erg fanatiek. En die ging met bussen achter ons aan. En toen, toen kwam Hitweek, Willem de Ridder, Koos Zwart en zo. Al die mensen die hebben ons toen redelijk geholpen. En wij kwamen ineens bij een grote firma. Die hadden ons overgekocht van een kleine firma. Ja, en toen ging het eigenlijk heel snel. Ik bedoel, je moet gewoon op de bühne staan en dan ook als mensen staan voor mensen in de zaal. Dus. Zo vind ik het. En niet als Jan de artiest van, allee, hier ben ik en jullie zijn allemaal maar jongetjes of zoiets of meisjes waar ik eens dus even lekker op neerkijk. Ik vind gewoon, je bent een mens tegenover een aantal mensen die mensen tracht te amuseren. En dan ook nog ergens jezelf, ergens tracht te communiceren met die mensen dus. Ja, we hebben het over de boerderij in Grollo, waar deze clip eigenlijk is opgenomen. Het zijn prachtige beelden. Ja, heel authentiek.
Beetje slecht geluid, maar wel te gek. Ja. Wat is nou het belang geweest voor Nederlandse popmuziek? Althans, wat voor belang had daarin? Nou, zij hem die muziek toen veranderde. Kijk, iedereen speelde die beatbandjes allemaal na. De Shadows en Cliff Richard, dat deden wij ook trouwens. En zij begon toen met die blues. En dat waren maar weinig mensen in Nederland die dat toen al deden. Nee, misschien wel niemand. Hij luisterde naar Johnny Hooker en Albert Collins en al die oude bluesknakkers, weet je wel. Ja. En dat deed John Mayall bijvoorbeeld, die deed dat in Engeland. En Albert Collins, weet je wel. Ik ben even de naam kwijt. Dat was nog zo'n grandfather van de blues in Engeland. Maar in elk geval, die deed dat ook. Hè. Die pakte die oude liedjes allemaal van Robert Johnson en van nou, al die Johnny Hooker. En daar maakten ze er zelf dan wat van. Dat deed Muskei ook in begin. Je hebt het over Davis, volgens mij. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, helder. En misschien geen eerlijke vraag naar jou toe, want hij heeft heel veel nummers heeft hij gemaakt. Maar wat is nou jouw favoriete nummer? Mijn favoriete nummer is Things I Remember. Staat op de eerste LP. Met die prachtige intro. Dat is niet echt een bluesnummer, maar ik vond het zo'n te gek nummer altijd. Maar ik heb zelf ook met Red, White & Blue ook een heel andere muziek met hem gespeeld. En niet alleen blues. En, dat was toen ook de bedoeling. Alleen later zijn we wel weer op een beetje authentiekere muziek overgegaan. Ja. Nu was Harry Drent een op- en top-Drent. Maar ja, hij kwam overal in Nederland. Maar hij is altijd in Drent te blijven wonen. Waarom eigenlijk? Ja, dat is echt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ga ook niet uit Groningen weg. Nee? Assen, dat is zijn hometown. En, lekker om weg te gaan, maar het is soms is het nog leuker om thuis te komen. Ja, toch wel, hè? Ja, hij volgens mij ook. Ja. Nu heeft hij in Gollen is inmiddels een eigen museum over Harry Muskei. Die is er ook al geweest, hè? Daar ben ik al een keer binnen geweest. Maar toen is het weer dicht gegaan. Ja. Het is nu waarschijnlijk wat groter opgezet. Of zo. En je bent nog niet in het huidige museum geweest? Nee, ga ik wel even heen. Ja, want in dat museum in Gollen wordt Harry Muskei vrijdag opgebaard. En daar kunnen de fans afscheid van hem nemen. Oh, ja. En hoe Harry Muskei over de dood dacht, dat bleek 10 jaar geleden toen Gozer Boer tijdens een rijtje diep gesprek met hem sprak over onder meer de zelfmoord van Herman Brood, die ooit deel uitmaakte van QB and the Blizzards. Je doet Brood dat niet na, denk ik, hè? Nee. Ik rol al vanaf begonnen. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij het gedaan heeft. Maar het vreemde is dat ik mij, toen ik op vakantie was, toch wel... ik heb er wel vaak over nagedacht. Want het was een tijdgenoot, weet je wel. En dan denk je ineens, verdomd, dat is toch al dichtbij en zo, weet je wel. En, je denkt over de dood. Ja, nou, dat vond ik ja, door hem begin je dan daar, dus kom je daar automatisch op uit, weet je wel. Maar denk je ook van over je eigen dood, hoe wil je, want Brood heeft daar bewust voor gekozen om deze manier te doen, hè? Maar denk je daar zelf ook over na? Nee. Past misschien bij het imago, hè? Nee, ik denk daar niet over na. Ik bedoel, ja, tuurlijk komt het wel eens in je op, maar ik denk als je daarover na begint te denken dat je echt oud wordt en zo, vind ik. Ben je dat nog niet? Nee, dus we hebben heel veel jong publiek ook en zo. Dat is heel vreemd. Er komen nou weer jongere lui bij en het zijn ook ouderen gemiddeld. Maar we hebben allerlei soorten publiek. Dus als je voor die mensen blijft spelen, heb je ook niet zo het idee dat je dus echt oud wordt. En, daar heb ik niet zoveel last van eigenlijk. Nou, hoe zou jij je Harry Muskei blijven herinneren? Als een heel aardig persoon, voor mij hoor. Hij kon ook wel eens een beetje stug doen, hoor, maar god, daar prikte ik altijd zo doorheen. En, later was hij dan altijd wel weer vrolijk. Ja, en als een, de bluesman van Nederland of zo, denk ik. Weet je wel, er waren wel meer bandjes die blues gingen spelen, maar ik vond dat hij het altijd wel heel erg goed deed en zo. Dank u wel voor je verhaal. Oké. Okay.